Danny's kilt aan de blauw, van Hufflepuff en Ravenclaw. Wie heeft de meeste toverkracht? Wie wint het meest van alle? Hallo kijkers van Shiny Sprites, op mijn gloednieuwe aflevering van Harry Potter Generations met Rusty Rondje. Ja, we zijn er weer. We gaan op naar professor. Naar de professor. Hij gaat mij leren vechten tegen Dementors. Lekkering. Als ik weet waar die is. Ik wou tegen de kijkers zeggen. Ik kwam er dus achter tijdens het editen dat die van mij een beetje haperig is. Maar ik weet niet hoe dat komt. Oh, ik dacht dat hier de professor zat, maar die zit hier niet. Haha. Ik ben helemaal naar zijn lokaal gelopen voor helemaal voor saus. Lekkering. Oh. Oké, het was letterlijk gewoon de deur ernaast. Hallo, professor. Wacht, waarom nu? Jobita. We zoeken een boek. Over de toverwetten. Oh ja, dat was het, ja. Oh, gezellig. Oh, weg. Ja, oké, ik vind het helemaal mooi. Phoenix Bay. Ik ben alleen doodverklaard, maar voor de rest zo. Wat helemaal top. Zoek Hermeline, waar is Hermeline? Volgens mij is die gewoon in de gang, was die ergens in de gang geloof ik, dacht ik. Volgens mij wel. Kijk. Ja, ik wil zeggen, de game neemt de controls van je over op het moment dat je er bijna bent. Oh, je hebt het al gevonden? Jazeker. Kijk. Go to the big sale. Nou, ik moest hier zijn, jongens. Wat is er aan de hand? Wat is er? Oh, hallo, professor. Oh, er is niks mis met mijn vuurflits. Gelukkig. Ik vond toch wel dat er iets mis was. Nou, wat vond jij dat er mis mee is dan? Hij is van jou. Oh, oké. Sorry, jongen. Hier woont nog wat. Nou, Ron is weer aan het zeiken over kattenharen, dus... Yes, we hebben gewonnen. Oké, blijkbaar hebben we ineens de Zwergbal Cup gewonnen. Wow, dat ging snel. Ja, ik heb niet eens gespeeld. Nou, waar moet ik heen? Oh, wat een wereldreis. Helemaal naar de slaapzalen. Oh, ik dacht helemaal naar de tering. Ja. En daar voorbij. Jazeker. Nou, Ron, wat is er aan de hand? Kan ik dit ook overslaan? Oh ja. Oh. Dat was echt leuk! Is dit ook een ding, ja? Wat? Ik ga Marcel meenemen. Gezellig. Ja. Oh, oké. Nou, het was maar een heel kort stukje, dus... Oh ja, Marcel die heeft het een beetje verneukt. Ja. Oh, haal... Classic Marcel. Ja, dat is niks van nieuws, hè. Oh, daar heeft iemand ingebroken in de leerlingenkraf van Gryffindor. Was het toevallig niet serieus wit? Nee, het was zeker niet serieus wit. Nee, het was serieus oranje was het. Niet oranje? Tenminste, dat is wat ik begreep, maar... Zo, en ik ga weer slapen. Welke verdieping was ook alweer... Volgens mij de derde.
Huh? Hè? Oké, ineens zie ik de kat van Hermeline met een hond. Wie denk je dat die hond was? Dat moet het huisdier van Hagrid zijn. Nee. Was Feng. Nee, het was serieus zwart. Oh. Er is in de boeken een heel plot, hè, dat dat knikkerbeen, zeg maar, Sirius Zwart helpt. Oh? Maat, waar ben ik? What the fuck? Oh ja, hier moet ik zijn. Oh. Ik kan weer een hele wereldreis gaan maken, hoor. Maar helemaal naar het huisje van Hagrid. Oh, het is ook lekker licht, zie ik hier. Het is een minigame, toch, of niet? Ja. Al die minigames? Holy shit. Ja, maar volgens mij heb je die zo meteen wel voor het echt hier. Wow. Go to the leerling gamer of Gryffindor. Kan iemand hier een lampje aanzetten? Het is hier nogal donker. Nee. Nee, natuurlijk niet. God, samen wel. Hoe durf je dat te suggereren dat we dat doen? Ja, ik kan vragen, kan altijd. Vragen, dat kan altijd. Hallo Hagrid. Hey Hagrid, wil jij ruilen? Oké, die is nieuw. Die heb ik nog niet eerder gehoord. Oh, en ineens is die rat er ook weer. Of Pippeling, zoals wij hem noemen. Schurft die. Ja. Oh, oké, en ik heb ineens geen controle meer. Wat klonk als? Oh nee! Nou, schurft me, hebben me gebeten. Oh, hey, knikkerbeen. Ja, maar dan is ook meteen een bossfight geluid. En Ron is ontvoerd. Niet Ronnie Pony. Ja, helaas wel Ronnie Pony. We gaan er tegenaan. Okay, moet ik nou gaan vechten tegen de beukwiel of wat moeten we gaan... Ja. Oh, ik ook weer met mijn grote mond. Welk level zou hij zijn? 400? Geen idee. Hij is level 50! Incendio Duo! Farikadabu! Oh, oké. Dit wordt levelen na dit. Dat wordt levelen na dit. Hé, hey, we hebben een crit. 124. Lekker, Hermeline. Dikke, vette huts. Au. Ja, hij doet gewoon ineens van... Ja, weet je wat? How about gewoon... Nee, je geeft gewoon een boomstronk in je face. In je anus. Wacht, dat is een grote boomstronk voor in je anus. Ja, best wel, hè? Dat voel je nog wel lekkers. Incendio Uno. Auw. Hij plet je ook nog gewoon, die boom, maar die toont gewoon geen genade. De groep heeft geen magische kwalen meer. Wat fijn. Ja, lachen, joh. Ik heb liever dat ze gewoon weer helemaal geheeld waren. Dan had ik nog kunnen winnen. Never. Nou, dat deed veel. Knikkenbeen en Sirius Zwart zijn eventjes aan het chillen. Wacht, hoeveel kost? Oh, dat was nou net iets te veel. Wacht, ik heb ineens een idee, hè? Aangezien Harry toch bijna dood is. Je zet al je geld op Hermione. Zet ik al mijn geld inderdaad op Hermeline.
op de Incendio Duo. We moeten naar harige Ingrid. Auw. Die Milius. Zo. Dit is geen pretje, dit Milanda. Verdikke me, joh. Die beukwurg die doet me wat. Hij maakt je kapot. Ja, letterlijk en figuurlijk. Hartstikke kapot. Auw. En dat was Harry. Hey Harry, wil je doodgaan? Incendio Uno. Nee, ik doe te weinig damage op die boom. Ik moet de Incendio Triple hebben. Of hoe dat ook mag heten. Trio, denk ik. Ja. Maar ik vraag me af of Defendo misschien ook zou werken. Die heb ik nog niet geprobeerd. Die heb ik oprecht nog niet geprobeerd. Maar betekent dat? Oh nee, ik heb je nog niet ingehaald. Ik moet eerst nog met harige Ingrid praten. Ja, je moet er nou nog sowieso die beuk wil verslaan. Om mij in te halen. Ja, maar nu loop ik iets voor op als ik naar de beuk wil lopen. Maar ik moet eerst nog naar... Ja, je moet eerst eventjes langs Ingrid. Yo, harige Ingrid, ik ben er. Yo. Oh, Schurbeck, ik ga bijna dood. Wat erg, help. Ja, we moeten hem redden. Never. Want alleen jij kan de wereld redden. Oh, misschien ook weer. Ja, zoiets. 100 jaar ging voorbij. Oh, ineens zijn ook de buitenenemies gewoon weg. Nou, dan gaan we wel gewoon naar binnen. En zeggen, nou lopen we gelijk. Nou. Even Harry en Hermeline even trainen, want ja, dit komen wij helemaal nergens. Serieus, zijn alle enemies gedespawned? Oh, man. Ja. Wat jouw te pesten. Ellende! Maar buiten zijn nog volgens mij nog wel vechtwolkjes, toch of niet? Die zijn ook weg. Echt? Ja. Hoe durven ze de auto te stelen? Nee, ik heb gekeken, maar die waren ook weg. Oh, jij loopt wel heel ver op de zaken vooruit. Oh. gaat die ineens naar het meer. Ik dacht dat ik meteen in het fight zou gaan, maar... Nee, dan moet je de beukwurg in gaan. Waar loop ik heen? Naar Magische Poeder Central. Oh, ik ben bij de kassen. Nee, hier zijn ook geen enemies. Daar gaan we maar nog een keer vechten met de beukwilg. Nou, hoeveel doet Defendo? Incendio doet meer. Ja, maar dat is een duo, hè? Ja, oké. Okay. Incendio... Incendio Uno doet 37. Dat bedoel ik. Oh, dat was helemaal niet. Nou, dan gaan we maar nog een keer... Hemelin, leer Incendio de verbeterde versie. Wacht, zo is Harry ineens sneller dan de beukwilg. Oh, ik werd gekrit. Nice. Auw. Incendio duo. Nou, dan kom je nog goed vanaf dat hij miste. Ja, maar ik ga deze toch niet winnen. Nee, dat heb ik hier ook. Ik ga dit ook niet winnen. Oh ja, natuurlijk. Nee, oké, Ferdy Milius. Huh. Ja, dat deed... Oh. Oké, okay, Hermeline krijgt één bom op haar gezicht. Bijna meteen gewoon one shot. Maar ik vraag me af, hoe kan het dat er geen enemies zijn?
Dat weet ik dus ook niet, want ja, je zou toch verwachten van als je het niet haalt, dat je dan... Moet levelen. Ja, moet levelen, maar... Zo. Zeer frappant. Yep. En hoppatee. Wow. Ja, ik vind het inderdaad vreemd. Ik ga zo, ja, ik kijk zo meteen in het kasteel wel eens even op een paar plekken, maar... Nou, Flipendo. Flipendo. Nou, Flipendo doet 11, dus... dat wordt nog wat. Hey, ik ben opeens sneller. Ja, dat had ik dus ook. Nou, ik ben dood. Dat wordt nog wat. Nou, mijn lamp luistert fijn u ook weer even gezien te hebben. Oh, sorry, wist de beat niet op de vierde verdieping? Nee, niet op de vierde verdieping. Oh. Volgens mij op de tweede, net als Verweer tegen Zwarte Kunsten. Oh. Dan loop ik gewoon even die kant op. Even weer tegen Zwarte Kunst is op de derde. Nou, dan, daar is de biep ook, maar dan aan de rechterkant, toch of niet? Nee, de biep is op de tweede. Ah, nou, het zal wel. Hey, enemies! Zijn er in de biep enemies? Er zijn in de biep zijn enemies. Nice, kunnen we gaan levelen. Voor het eerst dat het echt grinden wordt. Ja, dat wordt echt gewoon serieus grinden, dit. Ja, ik train gewoon Incendio. Hoppatee. Ja, ook al zei die boekwilgen is leuk, maar level 50 tegen 2 personages van level 40. Ja, nee, dat is gewoon kansloos. Oh, die wilde ik niet hebben. Ik wilde die hebben. Harry. Jij gaat trouwens eventjes aan Freddy Milius trainen. Je weet maar nooit dat hij voor pas komt. Jij ook, Hermeline, Freddy Milius. Zo. Oh, ik ben dom. Huh? Wat heb je? Barry. Dank u. Ja, ik dacht dat ik Harry geheeld had, maar ik had zijn TP geheeld. Ah. Oh, oké. Okay. Crit Hermeline anders meteen, joh. Maakt jou het uit. Oké, okay, alle drie op Hermeline, dat is eerlijk. Op de Freddy Milius. Oh, oké, okay. Blijkbaar zijn mijn batterijen leeg. Mijn controle gaat er ineens mee uit. Ja! Go, Milani! Oh jee, dat wordt nog een probleem. Shit, want deze zijn ook leeg. Oh jee. Het heeft gewerkt. Mijn plannetje. Ellende. Enemies, ja. Boy, yo, wat is dit nou weer? Oké, snel, Freddy Milius. Oh, jij bent een andere enemies dan ik.
Milan, wat je ook doet, geen glaasjes op de vuursalamanders. Dat zal geen effect hebben. Nee, want het gaat je game crashen. Oh. Hey, Hermeline heeft Hermelius duo geleerd. Let's go, Hermeloni. Oh, de tijd is voorbij. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios.